Jij vroeg mij, hoe ervaar jij nu de gezondheidszorg? Vind jij dat je verwaarloosd wordt door alle regeltjes, bezuinigingen enzovoort? Hoe ervaar jij dat in jouw huidige leven? Zo'n doosje, zoiets, had ik vol met breekbare spulletjes gedaan. Ja, ik zat weer in de ruil. En die stond hier op tafel. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag, de 12e van de 5e, 2023. En we leven om 14:54. Ja, het is laat, maar ik heb boven het een en ander gedaan. Moeder de natuur, die riep, ja, dat gaat allemaal door, ja. En dan moet ik de meisjes ook nog uitlaten. Maar ze zijn ook al in de tuin geweest. Dus ja, dat kan dan geen kwaad. Nee. Ik was gisteren weer... ik had het klaarstaan in eerste instantie. Maar ik was toch weer vergeten doordat ik het wel druk heb gehad. Ik bedoel, Willy die kwam. Jan die kwam. Mary die kwam. En ik ben met Mary weer weg geweest. Dus ja... Heel niet meer aan gedacht dan pas vanochtend dat ik naar bed ging. Ja, en dan heb je ook nog weer een rotnacht. Ja, helemaal niet fijn, helemaal niet leuk. Maar ik heb nou de vraag voor mijn neus staan van Mirjam. Dus Mirjam, luister en huiver, hier komt die aan. Jij vroeg mij, hoe ervaar jij nu de gezondheidszorg? Vind jij dat je verwaarloosd wordt door alle regeltjes, bezuinigingen enzovoort? Hoe ervaar jij dat in jouw huidige leven? Nou ja, je wordt inderdaad verwaarloosd. En niet alleen nog verwaarloosd. Ik zelf ga dus nou ook minder naar de dokter toe. Mijn huisarts. Ik mocht hem heel graag. En ik mag hem nog wel heel graag. Qua, ja... Ik weet even niet hoe ik dat benoemen moet. Hij is niet veranderd door de prikken, want hij heeft zichzelf ook laten prikken tot de laatste aan toe. Maar ik vertrouw hem niet meer, weet je, met de medicatie die hij uitdeelt aan zijn patiënten. Dat vertrouw ik hem niet meer in, althans niet bij mij. Ik heb de boeg op andere dingen overgegooid. Zo had ik voor mij in COPD, Spiriva, Respimat. Dat is een apparaat, daar moet een cilinder in en ja, daar moet ik s'avonds eigenlijk 2 puffjes van nemen. Wat eigenlijk gelijk stond aan mijn vorige met 1 puffje. Maar ik zeg op mijn beurt, ik heb nergens geen last van. Waarom neem ik die troep dan in? Als ik geen last heb van benauwdheid of weet ik voor wat, dat ik dat moet maar gebruiken. Nee, ik heb nergens geen last van, lieve mensen. En lieve Mirjam, nee. Dus ja, ik heb dat afgebouwd. En ik ben ermee gestopt, dat staat er nog wel. Mocht ik bij wijze van spreken benauwd krijgen dat ik het even gebruiken kan. Maar dan ga ik liever even naar buiten toe. Heb ik ook frisse lucht. Ja, dat is gezonder dan die troep inademen. Of inhaleren. Dus dat ben ik mee gestopt. Ik gebruik geen pijnstillers meer. Ik heb nog een of anderhalve pilletje leggen boven in mijn laar. Maar ik raak dat niet aan. Ik heb nou een klein flesje met druppeltjes van Dr. Vogel. Die kent hem niet. En dat ruikt naar menthol. Nou, dat smeer ik op mijn hoofd. Heb ik vanochtend ook weer even gedaan. Althans, ik werd laat wakker omdat ik vannacht niet geslapen had. Dus ik heb de meiden in de tuin gedaan. Ik ben zelf naar het toilet gegaan. Ik ben weer naar boven gegaan. En ik heb het spul erop gedaan. En ben echt even gaan leggen. Nou ja, daarna ben ik boven aan het werk gegaan. Voilà, klaar. Ik heb nergens meer last van. Nou, hoepie toch. Wat dokter Vogel niet voor mij kan doen. Had ik dat eerder geweten, dan had ik het al helemaal eerder gedaan. Maar ja... Als je alles van tevoren weet, is rijk worden ook geen kunst. Nee.
En ja, ik ervaar het in mijn huidige leven ook wel met de bezuinigingen, et cetera. Maar ik ervaar het meer bij een ander die hun medicatie wel eens blijven slikken. Ik ken ook iemand, ja, ik ga geen namen noemen. Maar ik kan een persoon, die hoort stemmetjes in hun hoofd. Ja, ik heb meerdere personen. Dus die doen dan 9 van de 10 keer wat die stemmetjes zeggen. De ene die zegt van, loop het water in en verzuip maar. Dus ze lopen het water in en ze verzuipen, bij wijze van, hè. Gelukkig is het net op tijd dat ze gezien worden en dat ze gepakt worden. Maar er zullen mensen bij zijn die niet gezien worden. Hè? En die het wel doen en die dan inderdaad verdrinken. Kan allemaal gebeuren. Maar daarvoor hebben ze medicatie. En die medicatie moeten ze slikken. Maar is er niet iets op kruidenbasis, vraag ik me dan af. Ga dat dan vragen. Kruidenbasis is vele malen beter dan dat vergif wat je van een normale huisarts krijgt. Want je wordt volgestopt met vergif. Ja, nou, en ik ben er nou achter gekomen, ik hoef dat niet meer. Ik liet jaren terug dat mijn mannetje nog leefde, had ik pijn in mijn knieën. Ik kon amper lopen en huilen en pijn. Toen liet ik er een prikkel in zetten. Oké, dan ben je even één dag, twee dagen wat ziek en nog veel meer pijn dan dat je al had. Maar dan ebt die pijn weg en je kan weer een paar jaar lekker doorlopen. Ja? Maar nou heb ik een ander middeltje en dat is gewoon een cremmetje. Dat smeer ik op mijn knie en dat doe ik s'nachts dan voordat ik naar bed ga. Maar nou momenteel ook niet, want ik krijg geen last. Dus waarom zal ik het erop smeren? Enkel weer wanneer ik het weer aan voel komen, dan smeer ik het erop en voilà, de volgende dag is weer over. Dus ja, lieve Mirjam, ik hoop dat het hier, bezuinigingen zeg jij nog. Ja, we moeten overal op bezuinigen, schat. Niet, dit heeft niet met gezondheidszorg alleenig te maken. Bezuinigingen is dus ook je eten, ja. Je moet weten wat je koopt. Je moet op de koopjes afgaan. Ja, dat doe ik ook. Gewoon op de goedkoopste dingen afgaan. Wat jij lust, dat pak je mee. Ja. Ik, zoals bij de Vomar, haalde ik altijd die bolletjes. Nou, dat moet ik even bij Albert Heijn vandaag nog bekijken. Of morgen. Wat ik daar dan kan gaan halen. Dus, maar oké. Lieve Mirjam, ik hoop dat ik jou hiermee heb beantwoord. Dat was één grote lange vraag. En nou heb ik ook voor jou niks meer. Net zoals van onze koor heb ik ook helemaal niks. Dus kom op met die vragen. Dan heb ik morgen dus een vrije dag. Of je moet vandaag nog weer met vrije aankomen. Met vragen. Vrije vragen, hè. Dus ja, dan merk ik dat wel. Ja, dan staat het wel ergens onder de vlog. Ja, toch? Ja, we gaan zo lopen, meisje. Je komt trouwens net binnen. Ik ben de hele tijd buiten geweest. Maar in ieder geval, wij gaan lopen. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik ben net weer thuis. Ik heb eigenlijk niet aan het vloggen geweest. Maar ik heb wel shorts gemaakt. Twee stuks. En ik heb even, nou ja, dat doosje wat op tafel stond is weg. Vleeswaren bakken die op de magnetron staan, die zijn weg. Ja, ik laat het jullie zien ook. Kijk, zo'n doosje, zoiets, had ik vol met breekbare spulletjes gedaan. Ja, ik zat weer in de ruil. Die stond hier op tafel. Die hek in die oude tas van de Solo gedaan. Ik had op de magnetron een paar vleeswarenbakjes staan die ik niet meer gebruikte. Die waren ja niet handig voor mij. Dus die heb ik in die tas gedaan. Ik heb alles in die tas gedaan. Ook dat doosje kon er bovenop. Heb ik weggebracht.
Enkel, ik was te laat om weer terug te gaan naar huis en de rest te halen. Want boven heb ik nog meer staan. Maar dat komt dan de week wel weer of zo. Dat staat in ieder geval niet op mijn rug. Ik hoef het niet mee te dragen. En ja, ik heb dus shorts gemaakt en op de terugweg eigenlijk weer naar huis. Over het camperterrein. En daar zit een maatje van me, die ken ik. En die heb ik geholpen om foto's van zijn moeder netjes te maken. Daar zaten vlekken op en dat heb ik op de computer natuurlijk even weg weten te halen. Ja, ik zie er niet uit, jongens. Maar ja, lekker belangrijk. Zolang ik werk niet uit mijn haar, ik werk uit mijn hart. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, we zijn een blokje om geweest. Ik probeerde eigenlijk de booster leeg te krijgen, tenminste de accu's. Maar dat ging niet. Ja, wanneer ik rijd, gaat hij wel naar richting het rode toe. Maar sta ik niet stil, dan staat hij weer zo. Ja, ik heb nog niet zoveel verstand van die meter. Nee, maar in ieder geval, ik wil ook niet helemaal zonder komen te staan. Dus ja, dat dus. Dat, ik heb hem nou maar wel weer aan de stroom gezet. En ik moet dus eventjes opletten wanneer ik begin te rijden. Zoals morgen. Dan haak ik hem dus weer van de stroom af. En dan onthouden hoe lang ik rij ermee. Waar naartoe dan ook. Ja. Dus ja, dat dus. En nou moet ik even een telefoontje gaan plegen. En dat doe ik zonder jullie. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet ook een beetje weer met mij mee. Ik zeg tot later. Zo, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken om naar boven toe te lopen. Ja, de meisjes die heb ik al halverwege de avond uitgelaten dat ik nog aan het editen was. En dat het programma zelf bezig was. Nou ja, dan kan ik er wel even eruit. Dus dat heb ik gedaan. En dan gaan we lekker slapen. Ja. Het is alweer 1:28, dus bijna 2:30 in de nacht. Dus ik zeg, ja, God houdt gewoon de wacht. En tot aan de andere kant van de nacht. En nog even ter info voor onze Cor Beck en onze Mirjam Eleveld. Ik heb geen vragen meer. Nee. Dus ja, alsjeblieft, als je nog vragen weet voor mij... Stel ze gerust en ook andere volgers, vrienden, leden mogen het ook doen. Dus kom maar op met de vragen. Ik ben er klaar voor. Ik zou zeggen tot later en welterusten. Heb een goede nacht. Tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.